Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Banjopia, met vandaag. Ja, sorry, dit is echt even, ik ben heel veel het spoorbijster, het padje kwijt. Oh, die bosbrand gaat nog verder ook, hè. Oké, mayday, motherfucking code rood, pauze, oké. Cool. Het is avond, ik heb het flink verneukt, kunnen we wel zeggen. Dit is Banjopia, ik verwilde mij kapot. Banjopia. Zeg maar, vanuit de bomen. Hoppakee, doet hij even. Oké, dat is een varkentje, hallo varkentje. Ik ga lopen heel veel recht richting mijn huis. Oké, mijn huis is daar, mooi. Kijken of die skeleton al dood is. Skeleton, waar ben je? Oh, fuck jou, dirt. Zo, kijk eens hoe mooi. Boeit me echt even helemaal niks. Het gaat mij er echt alleen omdat ik het overleef. Oké, dit is... het is een muur, laten we het zo zeggen. Het is een muur. Niet echt de muur, maar... het is belangrijker dan iets. Dan niets. Alrighty then. Oké. Kijk. Oké, dan hebben we dit. Pakken we de cobblestone. Zei ik. En dan op. Ja, sorry, dit is echt even, ik ben heel veel het spoorbijster, het padje kwijt. Heel veel helemaal de kwijtweg, ja. Heb ik niet zand of zo? Ja, fuck it, ik ga schapenjacht. Ik wil gewoon... Weet je, dat is de oplossing tegen alles. Schapen. Ik bedoel, ben je verdrietig? Heeft je vriendje je gedumpt? Denk aan schapen. Schapen maken alles weer goed. Ben je blij met een 10 van school en je baalt omdat je misschien wel een 11 had willen halen? Schapen. God heeft ons allemaal geschapen. Weet je? Dus dat zijn ook al schapen. God die zou niet voor niks jou gaan schapen. Oh man. Kijk dan wat een mooi bos. Ik vind het wel echt gruwelijk, al die zwevende blokjes en het is kapot en verlaten en prachtig. Houden zo, mooi bos, niks meer aan doen. Dit is mijn bos. Echt waar, als ik een bos mag kiezen waar ik ga wonen, wordt het dit bos. Ja, mag ik ook. Ik mag ook een bos kiezen waar ik woon, dat is Minecraft. Maar ja, ik heb daar, nee. Ja, ik moet die kant zo op. Oké. Dat is dan toch even handig om te onthouden, denk ik, hè? Waar zijn die vervloekte... Oh, die bosbrand gaat nog verder ook, hè? Ik zie daar nog altijd branden. Kijk dan. Die hele bosbrand, dan brandt het... Oh, hier valt een ding naar beneden. Hallo, dankjewel. Een sapling. Maar kijk aan hoe ver... Ai! Ja! Ja, busted. Geen wol. Oh, joh. Daarachter staan veel schapen. Hè? Gewoon de bosbrand volgen. Jullie zijn daar dus... verantwoordelijk voor.
Kutschapen. Twee wol. Wow. Hier is mijn derde wol. Toch? Ja. Drie wol, dank u wel. Ik ga naar huis. Doei. Jezus, man. Ik ga gewoon even snel. Dit is een verplicht iets, vind ik zelf. Waar komt dat water vandaan? Hier, oh. Zo. Tada. Kan die bosbrand lekker verder gaan. Oh, het ziet er wel weer mooi uit hoor, die bosbrand. Kijk. Hoe mooi. Oh, je hoort het knipperen nog. Oh, wat lekker. Oh, er ligt nog wol. Ook leuk. En nu is het een taak dat ik op tijd thuis ben met mijn bed. Oh man, Bardo en zijn hardcore survival. Het gaat behoorlijk goed. Bardo die weet wat hij doen moet. La 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 la. Bardo, 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 zing allemaal maar mee. Het is ook echt een kutnummer. Oké, we gaan hier zo. Dit is al pittig hoor, dit is vrij pittig. Oké. Ren. Oh, twee skeletons. Oké. Mayday, motherfucker. Oh, de rood, pauze. Pauze. Oké. Cool. Het is avond. Ik heb het flink verneukt, kunnen we wel zeggen. Ik heb wapens. Ik heb instrumenten om een bed te maken. Ik heb zelfs toortjes. Dus wat mij nu handig lijkt, is om iedereen die ik nu tegenkom te vermoorden. Oké, we gaan eerst de strijd aan. Ik heb eten, dan eten we het heel snel weer bij. Brak ik mijn cobblestone, bouw ik een huis. In dat huis heb ik geen crafting table. Heb ik genoeg van crafting table? Oh, ik hoop dat ik genoeg heb. Ik loop naar die bomen toe. Ik zie daar bomen, zeg maar rechts van de back to game zie je bomen. En dat zijn er, is een hele dikke. Dat is een hele dikke. Dus als ik daar heel snel hout vandaan kan halen, kan ik een crafting table maken. Bardo! Oké. Plan is klaar. Vermoorden, naar de bomen, cobblestone neerleggen, hout hakken, crafting table, bed maken, slapen, volgende ochtend terug naar huis met bed. Oké. Oké, dit is echt even... Oh, dit is focus. Cool. Gaan we doen. Ah, de camera verschuift weer. Waarom verschuift de camera de hele tijd en mijn computer heeft er niet echt zin in? Zie je die spin? Zie je die spin in de hoek? Weet je wat het is? Als mijn camera verschuift, moet ik zeg maar uitgame, in-game, om die camera terug te zetten naar waar die hoorde. Dus zou nu zijn. Ja, ik ben er. Mooi. Oké, toch niet. Ik ben er toch niet. Oh. Dit is het kutcamera, stap het! En dan komen daar nog weer dingen aan. Oké, jongens, alsjeblieft. Fuck jou, Minecraft. Nu doe je mee. Let op, dit wordt hem. Oké. In-game en dan F4, heel snel. Nee, staat hier daar. Uitspel, in-game, hup. Dit is echt heel naar, maar het is de enige manier om het te doen. Ja, mooi. Oké. Ik heb hout nodig. Ja, sorry, ik zit heel veel te treuzelen nu. Waarom zit ik te treuzelen? Bardo, niet treuzelen. Ah, kut, ik zet een blokje verkeerd. Helemaal verneukt. Twee blokjes verkeerd. Ja, ik heb nog wel ruimte om mijn bed neer te zetten in ieder geval. Zo. Ik heb geen pickaxe bij me. Oh, ik had heel veel hout. Cool, een crafting table. Het is echt even een noodoplossing hoor, maar ja, niks aan te doen. Zo, dan daar drie bedden overheen. Hoppakee. Zetten we die zo. Oké, zetten we die zo. En erin. Oh, missie geslaagd. Zo moeilijk was het ook weer niet.
Nou, dan ben ik mijn bed kwijt. Oh. En ik zie daar een Enderman. Ik zie daar nog fucking veel zooi. Waarom? Als die Enderman op me afkomt, ik moet in de buurt van het water blijven. Overdag doet die spin mij toch niks, dus dat is mooi. Ja, nu moet ik eigenlijk in mijn, naar mijn huisje zien te komen en pickaxe. We doen het anders. Ik ga gewoon zo, hoppakee. Heb ik die? Mooi, mooi. Oké, red ik wel. Ik wou net zeggen. Kijk, dan gaan we met het bed richting het huisje. Oké, hou je bed vast, Bardo. Satan creeper. Is het handig als ik die creeper even dood maak? Als die creeper daar blijft rondspoken, dan... ja, nee. Als ik die creeper dood maak, dan komt hij naar mijn huis. Ja, nee, dan komt hij naar mijn huis als ik hem dood maak. Ah, Bardo logica, fuck it. Als ik die creeper dood maak, komt hij naar mijn huis. Dat is juist de reden waarom je hem dood maakt. Cool. Cool, cool, cool. Bed, alsjeblieft, zet een bed neer. Iemand zet een bed neer. Nou, dan hebben we hem daar een bed. YOLO! Hoppakee. Oh shit, man. Iedereen kan mijn huis gewoon binnenkomen als die wil. Oké. Toch niet. Toch niet. Toch niet. Ik heb net aan mezelf bewezen dat je niet mijn huis binnen kan komen als je dat wil. Dat is het doel. Ik ben blij dat mijn doel geslaagd is. Dat je niet zomaar het huis binnen kan komen. Was het idee, het doel en de uitwerking was goed. Nu moet ik alleen nog eens een veel manier zorgen dat je het huis enigszins binnen kan komen. Laat ik even een deur maken, want een deur dat is echt zoiets waarvan je zegt, ja, een deur. Ik lul maar wat door mensen. Laat die gekke ome Bardo maar lekker op zijn Minecraft. Hè? De gekke Bardo met zijn deuren en zijn dingen.